Deze uitzending die is in het kader van de weddenschap. En het gaat uiteindelijk om 10 liter alcohol in Duitsland gekocht. Want anders verschijnt men niet voor de jury. Uh, dit gaat. <laughs> dit is allemaal een grapje, natuurlijk. <laughs> Als je niet kan lachen, dan moet je, echt, dan moet je niet naar mij luisteren hoor. Dan ja, moet je wel wat anders gaan verzinnen. Dan moet je naar uh, Jank uh, Hond BV of zo. Of, uh, beige levens doen er ook toe. Ja, iedereen heeft het maar over blak. Maar wie heeft het over beige? En we gaan even kijken naar wat positiefs. En dat gaat over daadwerkelijk iets serieus. En dat is dat ik wil weten wat de effectiviteit, de efficiëntie is van het C-back effect. Nou, je kijkt nu momenteel naar mijn werktafel. Dat mag duidelijk zijn. De audio doe ik even uit zo. Ja. Wat je hier allemaal ziet, dit is een ledlamp. Dat ding, by the way, heb ik gecontroleerd. Die heeft een stroomverbruik van 6 watt. Dus niet overdrijven. Dat is een heel klein ledlampje eigenlijk. Daaronder ligt een Peltier-element. Het zijn er eigenlijk twee. Alleen is het zo dat alleen de bovenste is aangesloten, dus die andere zit er voor spek en bonen. Ik. Ik ben er ook nog niet goed uit hoe ik dat moet doen met het beroeten. Daar is iets misgegaan. Daar komen we later nog wel terug. Een beroet aan de bovenkant. Ja, dat zien we dus. Ja, mooi zo. Dat is dus een heel handig dingetje. Dat kan je kopen bij de bouwmarkt. Dat is een microfoonstandaard, dat je dat ook weet. Dus men nemen een microfoonstandaard. Kijk, en dit is heel handig. Want daar zit zo'n lekkere dingetje. Ja. Kijk, klok, klok. Rechts zit de stekker. Dit is de voltmeter. Die staat op 200 millivolt. Dus je leest hier dus 1,2, maar dan negatief volt. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Dat, dat is altijd wat. Maar goed, nu gaan we lachen. Nu gaan we hem aandoen. Hoppakee. Bingo. En wat gebeurt er dan? Hé, hey. hey, we gaan racen. <totodiez _> <totodiez> <totodiez _ totodiez _> Rijt mij nog meer op. Okay. <totodiez _> en dan gaat iets lopen. Hè? Dat is stroom, dat is elektra. <totodiez _> en er is geen elektrische verbinding tussen dit apparaat en uh, dat stopcontact. Snap je dit gaat puur via licht. En jij kan je nu gaan afvragen: van ja, wat hou je ervan van over? Uh, wat is de effectiviteit? Uh, er komt honderd binnen en uh, wat houden je ervan over, ja. ja dat is 38.8. 9. Millivolt. 39 millivolt En dan ga jij zeggen van ja, maar, en, oh, dit is ook leuk. Kijk, dan doe je even uit, klok. Ja. Kijk, nu is alles weer normaal. En wat gebeurt er dan met de millivolts? Die gaan wel weg. Maar dan moet je heel goed blijven opletten met wat er nu gebeurt. We zakken in elkaar, we zakken in elkaar. En jij zegt: Ja, dat is logisch, dat is logisch. En natuurlijk, ja, want dat licht is weg. En ja, dit is logisch. Dit is logisch, dat zakt in elkaar. hè. Ja, dan gaan we dus naar. Maar we racen maar door naar beneden. En wat gebeurt er dan? Even twee. Even diep, diep, Dan hebben we acht, dus zeven. En we dan? Ja, dan gaan we negatieven. Zie je dat? Dan krijg je een negatieve stroom. Raar, raar. hoe kan dat? Dit heet het seberg effect Zebeck-effect. En dat als je dit lamp uitdoet, dat de stroom dan negatief gaat komt omdat die bovenplaat, dat is zwart gemaakt. zwart letterlijk. En dat is behalve een totaal absorberend lichaam, zo heet dat, een absorberend lichaam, uh, is het ook een uh, totaal uitstralend lichaam. Dus... Als je een beer bent en je zit op de Noordpool en je denkt: Goh, heb ik het koud? Dat komt misschien wel omdat je wacht te donker is. Ja, hoe donkerder, hoe beter je uitstraalt. En dan heb je dus net een lamp geschenen op zo'n Peltier element. En dan schiet hij nu, want er zit die warmte in dat element. En dan gaat dat element weer naar boven toe stralen, omdat dat die zwarte bovenkant zegt: hier kan alles weg. En dan gaat hij de andere kant op. Dit is precies waar ik het over heb. Dit gaat om een effect van de 3%. Effectiviteit. Dat lijkt mij een mooi streefgetal. Haal de 3% en dan kijken we verder. Met de rest kan je ook nog van alles doen. Ja. Maar eerst gaan we dit doen, want dit kost helemaal niks. Geen bewegende onderdelen. Het enige wat je nodig hebt is licht. Ja, wat pik je? Ja, je hebt nou een lamp. Uh, er is zoveel wat en uh, elektra erin pompen en dan krijg je de elektra uit. Oh, 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 oh. Ja, de grap is dat in Macronia of we weten Marokko tegenwoordig ook alweer, maar uh, Macron, uh, dus, uh, dat is onze kroon, dat is een Macronia. dat is een uh, Macrono, dat is een Mocronia lanto uh, in Casablanca, joh. Of hoe we heet het daar? Wat denk je dat daar de zonne-intensiteit is? Dat is acht keer zo hoog dan dat de zonne-intensiteit hier is. Hoe moet je zeggen, acht keer zo hoog als? Het is groter dan dat. Nou, in Macronius, ik heb acht keer zoveel. En wat ik hier doe, daar is dus een ledlampje van 6 watt elektra. En die laat mijn multimeter weliswaar op de meest nauwkeurige stand. Okay. Maar die gaat op. Nou, die meet het al. Hier eens over na te denken. Op grote schaal. Met nadruk op groot. En schaal. Ik weet het niet hoor. Op, op hoeveel rendement ik kom hier in de voormalige kamer van mijn dochter. Ik weet het niet. Ik ga er wel achter komen. Wat is dat nou? Dat moet te doen zijn. Ik heb allemaal van die stomme vrienden. Nou, kunnen ze eindelijk laten zien hoe stom ze zijn. Dat ze er echt helemaal niks van begrijpen. Want voor hetzelfde geld, en dat zeg ik ook... Hè? Ik denk... Dat je een franchise kan beginnen. Dat je in Casablanca gaat zorgen voor uh, oases in de stad. Met koele lucht. Nou, dat, 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 dat stof van Casablanca, die, 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 die stad, die, wie, wie, en er groeit geen plant. gewoon de planten laat groeien in Casablanca. Tegen de, de, alle, alles, overal gaat het groeien en overal plakt er al die tweetakt rutsel... uit al die Marokkaanse macaronische brummetjes. Ja, dan lopen je in die druivenblaadjes. En niemand heeft er last van. Want er hangen die parasols van Perry. Serieus. Je hangt dus parasols op in Casablanca. En dan beur je... Laat ik voorzichtig beginnen. Drie watt per vierkante meter. Snap je? En je hebt elektriciteit op dat moment. En elektriciteit is de hoogste vorm van energie. Snap dat goed? He, chemische energie is ook leuk. Elektra. Is het? het is een, je hebt een mooie bespiegelingen over de wet van behoud van energie. En ik zeg je van uh, al dat gedoe is allemaal best. Maar elektra is de beste vorm van energie. En ik zie het voor me, in Casablanca, van die, die, die terrassen van die periparasols. Perisols, heette die dan. Perisols. En dat is alleen maar... Uh, I see a red door and I want to paint it black. No colors anymore, I just want to be black. Uh, do, 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 do. Ja, precies, ja. En een totale gids, zwarte eenheden... Enorme hitte. Elektriciteit beuren. En koelen die handel. Iedereen praat over uh, wij uh, veranderen het klimaat. Nou, dat doen we helemaal niet. Ik heb nog nooit enig project gehoord. Waar was ze? Zeiden, nou, we gingen het klimaat veranderen. En dat ging goed. Nooit. En waarom niet? Ja, Perry, het klimaat in Nederland, dat is echt heel slecht. Met die uh, NOx, uh, NO2 en NO3. Dat weet je natuurlijk niet, Perry. Maar uh, die gaat echt helemaal naar de kloten, man. Heb jij wel eens afgevraagd hoe het in de Sahara eruit ziet? Ga daar lopen klagen. een uh, mededeling van Perry Radio Station. We zijn hier in de Sahara en we vragen ons af hoe is het hier met de dakloze opvang. En uh, ja, we zijn nu aan het lopen en uh, we zijn de hele tijd aan het lopen. En ik ben hier met iemand uit de Sahara en uh, die zegt dus dat de dakloze dat dat eigenlijk niet is. Maar uh, ik ben heel inclusief en ik wil nog steeds weten hoe is het hier met de dakloze opvang. En ik loop nu nog steeds mee en oh jee. Nog een heuvel. Wat voor klimaat is dat, de Sahara? Er is helemaal geen dakloze opvang. Helemaal niks. Als je de Sahara inloopt, je mag blij zijn dat je er levend van terugkomt. En dat klimaat hoeven wij niet te veranderen? Nee, dat houden we liever zo, want Jezus is de woestijn ingewandeld en dat liep reuze goed af, namelijk, we weten er helemaal niks van. Dan kan je net zo goed in zijn groen maken. Gat non de klote. Ja, vond ik eigenlijk wel een mooi Brabants. Gat non de kloten. Ja, heb toch een beetje gescholden... dat we allemaal even gaan terugkeren naar de normaliteit... Hoezo moet je het dan een 60-jarige man overlaten om dit effect te bestuderen en dan een beetje te gaan rekenen. Wat denk je nou zelf? Hoeveel watt heb ik hier gegenereerd? Effectief. Qua licht. 3 watt? 1 watt. Oh, die, die fijne ledlamp. Dat beurt dan 6 watt. Haha! Dan gaat het 60%, 40% is warmte. Dan gaat naar boven. Dat is geen licht. En nou rekenen. En jij ook graag een beetje. De hoeveelheid zonneschijn op deze aarde staat gelijk aan het per etmaal. Per 24 uur, per wereldbewoner, aan het opwarmen van 7 kubieke meter water. Van 0 tot 100 graden. Dus per mens hebben wij per dag 7.000 liter water. Tee. Dat is het. Meer is er niet. De... Nou, nou, we gaan zeggen, ja, Piri, wat baseer je dat dan op? En uh, aan de NASA, maar ja, de NASA, daar ga je ook niet vertrouwen. Hoezo zeven kubieke meter? Ja, ik heb het uitgerekend. Doe het normaal. De bedoeling is dat de aarde zo zwart mogelijk wordt. Nou, Piri, dat vind ik racistisch. Daar ben ik nu eventjes <middelijks> niet ja, aan toe. Om nu ook die racisme-discussie te gaan beginnen. We hebben het net over die leuke energie. De aarde moet allemaal zwart. Uh, groen. Oké, okay. uh, groen is een begin van zwart. zo donker mogelijk. De aarde moet zo donker zijn dat de zon denkt: van... Nou, oh, die is wel heel donker. Nou, uh, uh, misschien moet ik harder gaan schijnen. Stabie? We geven het toch om het milieu, of niet? En je moet alle mogelijkheden openhouden. We moeten openhouden dat Genesis 1 tot en met een vers hubbeltje pup. dat het allemaal klopt. Dat dat dus ook waar is. En dat daarnaast ook nog zoiets geldt als het Electric Universe: Waarbij de Zon uh, zijn bestaan. Moet je zeggen haar. Nee, de Zon zijn bestaan ontleent aan de Aarde. En dan de zon denkt wel, oh, als de aarde heel donker wordt, nou, dan moet ik heel hard En als de aarde helemaal wit is, dan denkt de zon, dan denk ah, laat me zitten. Ja, ik kan wel schijnen, maar alles komt terug. Dus je uh, is allemaal uh, albedo. En dan ik kijk ook wel even, doe we even, even, even niet, hè. En dan wachten we wel tot de aarde weer zwart wordt. En dan, uh, de aarde is zwart, uh. Perry, jij bent nu echt zo gek als een stoont konijn. En dan zeg ik gelijk: konijnen roken niet. Dus hou op met je belachelijke kritieken. En nee, ik ben geen beschonken komkommer. In de zin dat Lilian Marijnen zich liet uitmaken voor beschonken komkommer. En ze dacht: ah, moet kunnen. Inclusiviteit, snap je. Wel ja, een beetje. Ja, dus. Farid uh, als dat kan. Maar. Het uh, feit blijft dat. Uh, ik ben blij dat ik. Uh, ook wat kan. Ik... Er is zoiets al als waarheid. En het. zeebek effect bestaat. En 3% moet haalbaar zijn en pak je rekenmachine erbij. En het leuke is dat de, dat Peltier element dat is een bimetaal, meer niet. En dat zit ingebakken in uh, ...cement, porselein, uh, steen. That's it. Heel makkelijk te maken. En je hebt er maar weinig van nodig. Dat, uh, daar kom ik nog op terug. Het aantal bimetalen dat je nodig hebt, dat is verhipte weinig. Je hebt meer bladen nodig voor de opvang... Van de hitte. Ja, dat wordt een heel uh, mooie over uh, de natuur. En, uh, dat eigenlijk, was eigenlijk alles uh, was uh, zoals het in het paradijs was. He. De, de, de bomen, de struiken dus. He, en de planten. Uh, dat, dat was het zo'n beetje. Ja. ja. Ik ben benieuwd naar de volgende over dit onderwerp en mijn collega's, die, die, die werken mee of ze werken tegen. En in beide gevallen werken ze mee aan ofwel een nutteloze zaak. En dat vind ik niet erg. Want noem mij een zaak met nut. Ah, wat, is nou, wat heeft nou nut? Oud-Engelse liedjes gaan zingen voor uh, bejaarde Pruisen. Wat heeft nut? Dus dat heb ik uh, mijn vrienden overgehaald om iets nutteloos te gaan doen. En dat is niet erg. Dan maken wij er helemaal een donder uit. Die lui die deed al helemaal niks. Volgens mij. Of mijn vrienden hebben meegewerkt aan een groot wonder. En dat wonder heet een goed idee van Perry. En dat is natuurlijk stupide. Dat snapt iedereen. Uh, mijn moeder moet je bellen. En wil je mijn moeder bellen? En wil je zeggen, uh, uh, hoe denkt u, mevrouw Bosman, over uh, het fenomeen... Een goed idee van Perry. Dan zegt mijn moeder gelijk: van hé, hey, ben je Russie? Die gozer hebben me nou nooit iets opgeleverd, alleen maar gezeik. Dus dat kan niet. Ja, Perry kan geen goed idee hebben. In de volksmond dan, hè? En ik ben dan zo iemand, ik zeg, ja, dit, dit maakt me geen donder uit wat mijn moeder van me vindt. Want ik, ik eer mijn moeder. Ik ben dat lieve mens dankbaar. Voor alles wat ze heeft gedaan. Of... Ja, dat, dat was misschien niet zo heel veel, maar ik ben er nog. Oh, mijn tante Til, die zegt van, ja, maar je moeder hebben allemaal niet zoveel gedaan voor jou. Jij dacht wel dat ze veel voor je deed, maar dat was meer afsnauwen dan afbekken. Maar dan toch vind ik dat niet... Ja, ja, maar het is mijn moeder. Het is zoals het is. En ik moet wat doen. En jullie ook. Wat is dat nou gatverzakkers non de klote? Dus voor hetzelfde geld heb ik gelijk. Ik kan nu al fantaseren over al die duizenden euro's die dan per week gaan binnenstromen. En dat ik dan naar... Uh, Marrakesh gaan of zo. Als 80-jarige. Ik heb toch gehoord hè, van Marokko. Ik heb iets met Marokko. Dat moet je me niet kwalijk nemen. Ik ben er heel sorry door, al die Turken. En... Ik begrijp dat ook wel. Ik vind ook dat die Turken. die moeten een voorbeeld nemen aan de Indonesiërs. Want de Indonesiërs die hebben zich nooit iets aangetrokken van mokka's. En die Turken dan wel. Anyway, met die Macronische toestanden. Spreek me aan dat beeld wat mij verteld werd van jongen. We praten over 500 euro. All in. Dat betekent eten. Frisse lucht. Mooie muziek, huwbare vrouwen, hashis, whisky, ijsklontjes en wat daarbij hoort. Want die meisjes moeten ook iets te eten hebben. Nou, dat is dan 500. Dat wil ik eigenlijk wel. Ik wil wel weten wat voor een soort Marokkaanse meisjes dan in zo'n nachtclub zitten. Ik zeg hallo. Er is iets positiefs, snap je? Iedereen zit te zeiken over die Marokkanen en ik denk, ja, je moet die boel erover nemen. Verlos die luid daar van hun kutkoning. En dan gaan wij, dat, 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 dit is een goede afspraak. Het gaat over energie. Ja. Dat is een goede afspraak. Uh, wij rachen die Mohammed de huppeltje Pupsen eruit. En die Mohammedanen, ja, de Marokkanen, met hun dingen, en die rachen dan Willem-Alexander eruit. En dan afrekenen. En ik zeg je nu al, die Marokkanen die krijgen dan meer. Want wij hadden het beste land. Daar moet je wel eerlijk over zijn. Nederland is een beter land dan Macronia. En daarom nemen wij Macronia over en we gaan de hele boel helemaal. Plan leggen. allemaal stalen, ijzeren... dingen, beroete platen... ...en burn baby burn... ...disco inferno... ...kijk wat ze in Las Vegas deden... ...hè... Huh? ...wij pompen Casablanca... Uh, ...vol... ...met uh, zoveel wat... ...en geven die mensen schaduw... ...snap je... Die, die, die mensen in Casablanca, die zitten allemaal lekker in de schaduw en een koelte. Dubbel op. Ik meen het serieus. Het gaat erom dat God goed is. Zelfs Plato kan dat zeggen. Plato was niet voor God, maar Plato wist dat goed is beter dan goed fiets, of goed homo, of goed. Burgemeester of goed, je hebt goed van dit, goed van dat, goed van ze. Je hebt een burgemeester, dat is een begrip. Je hebt een homo, een sodomiet, dat is ook een begrip. En je hebt nog meer begrippen. Een schoonmaker is ook een begrip. Heb je een goed begrip? En van alle begrippen is het begrip goed het beste. Plato zegt dit. Ik vind Plato een slapjanus, ik vind het een sukkel, ik vind het een zeikneus, ik, ik vind hem net zo goed als Pim Fortuyn en Plato is niet doodgeschoten. Dat is wat ik denk. Het kan verschrikkelijk zijn dat jij denkt van ja, als je er zo over denkt, oh, hallo, dan uh, we morgen nog wel een biertje drinken. Ja, precies. Je moet geen grapjes maken, namelijk. Alles is uitermate serieus. Ter afsluiting, de, de, de overweldigdheid der drek wordt door veel mensen gezien als ja, maar nou hou ik ermee op. En ik zeg. Sukkel. Dit gaat over energie, hè? Met het uh, Peltier-effect en het Seber-effect. Ik zeg je. dat je geen recht hebt tot klagen. Ik zeg je. dat als jij het vergeten bent, dat je dan. Je kan zeggen voor straf. Dan moet jij, als je het vergeten bent, dan moet je jezelf een straf opleggen. En jij gaat het God Onze Vader bidden. En dan ieder woord A.U.B. begrijpen. We hadden die lui het over in die dagen dat ze het nodig vonden dat dat gebed God Ben jij erachter? Heb jij ooit het onze vader gebeden? Met dat je ieder woord die, die, ja, dat begrijp ik al Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam is geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo hier ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Want uw naam is tot in de eeuwigheid en de almachtigheid en de la 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 la. Of niet? Als je het hebt over gratis energie. die komt van God. God is degene. Als jij, als jij iets te klagen hebt over jouw bestaan. en de mensen zeggen ja, ik heb de SP gebeld. Hè, want de SP. die zeggen dan de socialistische partijen. En, nou, heb ik echt geklaagd, man. Ja, je, je, je klaagt verkeerd. Je moet klagen bij God. Je moet tegen God zeggen: ah, dat kan je niet maken. Dat lef heb je. Of je bent een slapjanus. En in beide gevallen dat je dat goed doet, hou je je mond. En maak die kinderen niet aan het huilen. Want dat heeft geen goede energie. Dat kan je niet voorstellen. Je kan je niet voorstellen dat je je kinderen van tevoren. Ja, euh, mijn kinderen ja, die zouden geconfronteerd kunnen worden met ziektekiemen. En uh, dat weet ik allemaal. Want ik ben uh, ouder en ik ben heel slim en. Uh, oh, ik ben, oh, en dan laat ik mijn kinderen inspuiten. En uh, met een spulletje. En uh, dat is allemaal gecertificeerd. Met, uh, dat is allemaal heel goed over nagedacht. Want de mensen zijn goed. En, uh, en dan laat ik ze inspuiten. Dit is um, uh, twee minuten stilte. Het is heel erg. Uh, wij gedenken de doden. Het punt bij het gedenken van de doden is dat er niks te gedenkend valt. En de levenden. Die gedenken wij niet. Dacht ik. Ik zou het nogal vreemd vinden. als er een peri-gedenking. werd georganiseerd. hier in Arnhem. Ik zou het ook vervelend vinden. als er een peri-gedenking. werd georganiseerd. in Rijkjavik. Ik hou niet van gedenkingen. Ik hou van lekkere seks. En goed voedsel. En frisse lucht. Wat nog meer eigenlijk? Oh, humor. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Een beetje humor kan geen kwaad. Dit ging over gratis energie. Dus. Jullie weten nu dat het seeback effect is. En nu rekenen met z'n allen. Tot de volgende.